het een inktvis? Ja. Een inktvis. Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. We zijn in Gravedona en het is hier heel mooi, maar het regent, 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 regent. Dus ik heb echt geen idee wat we vandaag gaan doen. Ik ga even douchen en make-up op mijn gezicht smeren. En dan gaan we even kijken. Het blijft gewoon heel de dag regenen. Het is de zon, het is hier zo mooi. Jasje aan, deze top en broek, die zijn van Benetton. Ik heb toenlaarsjes aan en ik heb met de bekertas mee. En Sarah is er trots op de outfit. De broek en de shirt van de Zara en de schoenen ook. Alleen de colbertje niet. Draai eens om, dan zie ik je goed. Oh. We zitten ondertussen in de auto en het regent nog steeds en het regent best wel redelijk hard. We zijn nu maar gewoon aan het rijden en als het droog is en we zijn ergens wat leuk is, dan gaan we daar even kijken. En anders heb ik het gevoel dat we werelddag in de auto zitten. We shall see. We zijn hier tussendoor gestopt. Het is even een soort van droog. En het uitzicht is zo, zo mooi. Ik zal het proberen te laten zien.
Lago en we zijn nu gaan lunchen. Kan heel fijn. Het regent weer flink, dus we zitten in de auto en we rijden nu langs een hele grote supermarkt. Ik vind buitenlandse supermarkten echt zo leuk altijd. Daar hebben ze allemaal andere dingetjes. Dus we maken nu een supermarkt. De grootste paprika's die we ooit gezien hebben. Kijk deze dan. Ja, moet je hand ernaast houden. Echt bizar. En die dan? Normaal zijn bij ons de paprika's deze maat. Kijk hoe groot ze hier zijn. Is dit een inktvis? Ja. Een inktvis. Ja. Dat ligt bij ons niet in de supermarkt. Oh, jij wilt gelijk mee. Nee, dat gaan we mijn niet papetjes, dat kan sowieso niet, is ingevroren nu, mop. Ze hebben hier echt bizar veel van die visdingetjes. Ja. Dit ligt bij ons niet in de supermarkt, gewoon met schelpen en al. In de vriezer. We zijn weer terug in ons appartement en ik heb me net even omgekleed. We gaan even met een hapje eten. Ja, dat is toch goed. Ik zal even laten zien, ik heb me omgekleed. Ik heb deze trui aan van Select FM, geloof ik, vergeet het al keer. Broek van Matt in jeans, die zwarte laarsjes nog steeds, Justin Bennett en dan Michael Kors tas. En dan gaan we even een stukje wandelen en dan gaan we lekker hapje eten. En we hebben weer een heel erg leuk restaurantje gezeten. Ik ben heel erg benieuwd. En die mevrouw is zo lief voor mij. Ja, die is heel aardig. Ja, echt. Sarah en ik, die hebben lekker spaghetti en Marco heeft lokale vis die vanochtend is gevallen met rijst. Die rijst hebben ze niet gevangen morgenochtend. Hapjes nog voor je gemaakt. Maar een klein beetje ervan. Echt een klein beetje. Ja, schat, eet het maar vast in de bol. Het is zo leuk. Die mevrouw moeten we altijd meenemen naar een restaurant. Hebben wij onze handen vrij? Mevrouw heeft een kavooi. Ja, we hadden een tafelhulp eigenlijk. Een restaurant oma. Kijk eens, je toetje. Ja. Oh, Sarah heeft een toetje. Marco ook een sorbet. En ik ga lekker aan de thee. Heel verrassend. Ik krijg nog een mooie haartje. Kijken. Barakabela. Wauw. En ondanks dat het echt gewoon heel hard regent, ik weet niet eens of je het hoort, lekker scherp weer, is het wel echt heel mooi. Al die lampjes over het meer. Het is wel grappig, daar even vanmiddag precies aan de andere kant. Maar we gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en natuurlijk een duimpje. En dan tot morgen. Doei.